In de nacht van dinsdag op woensdag werden hulpdiensten gealarmeerd voor een mishandeling aan de Aledestraat in Rotterdam. Bij aankomst bleek het te gaan om een steekpartij in een woning. De hulp die is geboden door de hulpverleners heeft helaas niet mogen baten. Het slachtoffer, een 60-jarige man, overleed ter plaatse. De politie wist in en om de woning vier mannen aan te houden. Een van de mannen bleek oppervlakkige verwondingen te hebben. Hij is daarvoor behandeld op het politiebureau. Woensdagmiddag maakte de politie bekend dat van de vier verdachten er nog één vastzit. Dat is de 53-jarige bewoner van het pand waar de steekpartij plaatsvond. De man wordt vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris.